Tom, jouw eerste wedstrijd wordt Qatar. Wat is dat eigenlijk voor soort race? Ja, het is best wel een aparte race, omdat het meestal de wedstrijden vooral in Europa plaatsvinden. Is dit een wedstrijd dat in het Midden-Oosten plaatsvindt? Gehouden door de sheiks, de olie-sheiks. En ja, nou, veel wind, veel woestijn. Veel zand. Veel zand. Ze zeggen nog af en toe eens een keer pas op bocht. Als er een keer één of twee bochten in de totaal 160 kilometer wedstrijd zit, dan is het veel. Dus ja, het is op zich wel een vrij aparte koers in plaats van de normale koersen die we gewend zijn. Wat ben jij voor renner eigenlijk? Absoluut niemand voor Qatar. om te vlakjes, ik ben niet echt die sprinter. Ik kwam meer van het klassieke werk, de kasseien en de korte heuveltjes. Ik ben net in december geblesseerd geraakt met mijn enkel. En ik ben op de weg terug. En ik denk dat Qatar nog net iets te vroeg komt. Maar de bedoeling is daar elke dag beter worden. En ja, beter uitkomen dan ik erin kwam. Hoe kijk jij tegen jouw seizoen aan? Het moet voor mij mijn beste jaar ooit worden. Ik ben gewoon een heel hard aan het rennen, die eigenlijk van alles goed kan. En meestal kom ik wat beter uit mijn voeten op wat minder geaccentueerd terrein. Maar over het algemeen, als ik in vorm ben, kan ik alles.